Waarom voel ik me zo moe? Mikey, je bent wakker. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Mooi zo, gelukkig maar. Ik moest wat doorgeven van Logan. En dat is? Toby en Brave hebben voor elkaar gekregen om die Tiara te pakken. Hoe hebben ze dat nou weer voor elkaar gekregen? Geen idee. Mooi zo. Dan hoeven we daar in ieder geval geen zorgen over te maken. Logan en ik denken ook dat Mikey Logan wilt gaan gebruiken om jou zover te krijgen om die Tiara op je hoofd te doen. Hoe wilt hij dat nou weer gaan doen? Logan is in zijn eigen wereld. Ik denk niet dat hij hetzelfde trucje gaat gebruiken als wat Justin heeft gedaan tijdens ons bruiloft. Nee, ik denk ook niet. En mocht het zijn dat het wel zou gebeuren, moest je gewoon meespelen voor van Logan. Meespelen? Ja, dat is wat hij tegen mij heeft gezegd. Hoe verwacht Logan nou dat ik mee ga spelen? Dat weet ik ook niet, maar het is wel de beste optie. Want als Mike erachter komt dat jij je krachten niet meer hebt en dat het de jaren niet meer werkt, dan heb je een probleem. Goed punt. Gaat het met je? Ja, gaat wel. Het is niks. Weet je dat heel zeker? Ja, het gaat wel met me. Maar je moet snel terug naar je plek. Want anders heeft Mikey je door en dan heb je een probleem. Oké, Vlinder. Logan! Levenslust? Wat doe jij hier? Light en ik dachten dat jullie wel wat hulp zouden kunnen gebruiken. Het zou erg fijn zijn. Hebben jullie al enig idee waar Vlinder zou kunnen zijn? Nee. Het enigste wat we weten is dat Mikey en Vlinder samen zijn. De goede Mikey bedoel ik dan. En dat Vlinder in een glazen cabine zit. Zijn cabine? Ja, met slijm. Wacht, slijm? Ja. We weten niet of dat slijm Vlinder ziek gaat maken, want ik had al iets gehoord over Marnik en slijm. Klopt, maar dan zou Vlinder al lang ziek moeten zijn geweest. We hebben nog een probleem. En dat is? Omdat Mikey levenslust niet heeft, zoekt hij een andere manier om ervoor te zorgen dat Vlinder die tiara op haar hoofd doet. Hij wil jou ervoor gaan gebruiken, of niet? En wij denken van wel. Hoe wilt hij dat gaan doen dan? Dat weten we nog niet. Dat trucje wat Justin eerder heeft gedaan gaat niet meer werken. Ik denk ook niet dat hij dat trucje gaat gebruiken. Wacht, Justin is daar toch ook waarschijnlijk? Ik denk van wel. Wat nou als hij met jou van plek gaat wisselen? Dus dat Justin hier komt en dat jij daarin gaat. Zou Mikey dat kunnen, denk je? Daar sta ik dus echt niet van te kijken. Dan is het maar goed dat ik heb gezegd dat Vlinder gewoon moet meespelen. Wacht, als Justin hier is, dan kunnen we proberen om hem hier even vast te houden. Dat geeft jou genoeg tijd om te kijken waar Vlinder is. Dat is een best goed idee. Maar het is best riskant. Weet ik. Maar we moeten toch iets doen om erachter te komen waar Vlinder is? Dat is waar, maar je hebt mijn broer gesproken, toch? Ja, Light. Alles gaat goed met hem. Hij is samen met Vlinder. Dus, als we Vlinder gaan redden, dan nemen we hem ook gewoon meteen mee. Gelukkig maar. Interessant. Dus de krachten van Vlinder zijn nog sterker dan ik dacht. Justin! Oh, wat moet die Mikey nou weer? Justin, waar ben je? Ik kom eraan. Loop niet zo hard te schreeuwen, man. Wat was je aan het doen? Gewoon. Een boek aan het lezen. Wat is er? Jij en Patrick gaan met mij mee. En waar gaan we dan heen? De plek waar ik Vlinder heb gevangen. Prima. We gaan wel mee. Waar is Patrick eigenlijk? Ja, dat weet ik dan niet. Hoe moet ik weten waar Patrick is? Oh, zucht.
Hey, Patrick! Patrick, wat ben je aan het doen? Ik was gewoon even hout aan het verzamelen. Waarom? Ik had het koud, dus misschien wat brandhout. Patrick, je gaat met ons mee. Waar gaan we heen? Naar een plek waar ik vlinder gevangen hou. Kom nou gewoon mee. Oké, we komen mee. Als dat moet. Tja. Ga dan. Hup, hup. Ja. Gaat hij nog lopen treuzelen ook, die drol. En dat noemt zich opdrachtgever. Ik weet niet eens waar hij heen wil. Hier is het. Wat wil je nou gaan doen om ervoor te zorgen dat vrienden de tiara op zijn hoofd heeft, krijgt? Aangezien ik levenslust niet heb, nu moet ik dus iemand anders hebben om het haar zo ver te gaan krijgen. En wie ben je van plan om te gebruiken? Ik dacht heel eerlijk, Patrick, eerst aan jou. Maar nu dat ik Vlinder een beetje getest heb, hoe ze zou reageren als ik Logan dus aanviel, denk ik, het is handig om Logan te gebruiken. Hoe wil je dat gaan doen? Ik bedoel, Logan zit in de droomwereld, dus dat kan toch niet zomaar? Mm-hmm. Ik heb wel een manier hoor, Justin. Waarom vertel je ons het niet gewoon? Ik heb zo mijn redenen, Patrick. Ik zal jullie Vlinder laten zien. Ja, graag. Ik wil haar kop wel zien als ze ons ziet. Loop maar mee. Nou, hier is ze dan. Ze zit in een glazen cabine. Klopt. En ze kan geen kant op. Gaat alles wel goed? Ja hoor, Patrick. Er is niks met haar aan de hand. Mag ik Vlinder heel even alleen spreken? Maar natuurlijk, Justin. Patrick, kom maar mee. Wakker worden, Vlinder. Jij. Hallo, Vlinder. Wat doe jij hier? We kwamen je even bezoeken. Ik hoef jouw medelijden niet, Justin. Nou, Vlinder. Doe eens aardig tegen mij. Waarom zou ik in hemelsnaam aardig doen tegen jou, Justin? Je wilt mijn krachten. Waarom heb jij mij gered? Dat heb je toch al gezegd, Justin. Je bent het broertje van Toby. Hij heeft zijn ouders al verloren en dat is al erg genoeg. Je had het ook niet kunnen doen. Dan was je van me af. Zo zit ik niet in elkaar, Justin. Waarom laat je me niet gewoon met rust? Waar heb jij het over, Justin? Sinds kerst loop je mij al te irriteren. Ik weet niet eens waar je het over hebt, Justin. Je probeert mij gewoon een schuldgevoel aan te praten, hè? Justin, ik denk echt dat je naar jezelf moet kijken, want ik ben het niet geweest. Wat is er met je aan de hand? Gaat je niks aan. Justin, denk je nu echt dat Mikey jou de krachten gaat geven van mij? We hebben wat afgesproken. Justin, je wordt bedonderd waar je bij staat. Ach, we zullen het nog wel zien, Vlinder. Zo, zijn jullie klaar met jullie gesprek? Ja. We zijn net klaar. Mooi zo. We gaan zo beginnen met mijn plan. Prima. Waarom is Justin hier? Hij denkt toch echt niet dat ik weer ingetrappen? Wacht. Geen gedaante wisselen, maar van plek wisselen. Mikey is van plan om Justin te verwisselen. En dan verwacht Logan dat ik mee ga spelen? Waarom zou Mikey dit willen doen? Het was een test laatst, wat hij deed met Logan. Om te kijken hoe ik zou reageren. Vlinder? Patrick, wat doe jij hier? Als Mikey of Justin je snapt, dan heb je echt een probleem. Ja, ik moest gewoon even weten of alles goed met je ging. Het gaat wel goed met mij, Patrick. Weet je dat heel zeker?
Het is niks, Patrick. Waarom ben je zo kalm? Hoe bedoel je? Je weet wat er staat te gebeuren. Waarom ben je dan zo kalm? Ik weet wat Mikey van plan is, inderdaad. Je hebt het gedaan, of niet? Wat, Patrick? Je hebt je krachten opgegeven. Vrienden, wat heb je gedaan? Nu kun je jezelf niet meer redden. Het komt goed, Patrick. Logan en de rest hebben een plan. Dit is echt een groot risico dat je neemt, hè? Dat weet je. Weet ik. Maar ik weet ook dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ik mag ook echt hopen dat je weet wat je doet. Vertrouw me, Patrick. Vertrouw ons. Oké, vrienden. Ik vind het wel een gevaarlijk plan, Logan. Ik weet het. Maar we moeten echt iets doen om Vlinder te redden. Wat is er gebeurd? Hoe bedoel je? Logan, je weet best wel wat ik bedoel. Door Mikey was ik er bijna niet meer. Patrick was er ook bij en hij moest Vlinder vasthouden. Arme Vlinder, dat moet gewoon moeilijk zijn geweest voor haar. Dat was het ook. Maar ik denk dat het ook de reden is geweest waarom ze het besluit heeft gemaakt om haar krachten op te geven. Ons beschermen, Logan. We moeten Vlinder hierop vertrouwen. Dat ze weet wat ze doet. Ik vertrouw haar ook. Maar ik weet niet of dit echt een slim idee was. Daar kan alleen Vlinder achter komen. Vlinder is echt sinds dat haar moeder weg is bang om mensen te verliezen. Vlinder was ook degene die haar moeder heeft gevonden. Wauw. Dat moet echt een klap zijn geweest voor haar. Ja, was het ook. Ze heeft daar ook echt heel veel last van gehad. En sommige dingen nu nog steeds. Waaronder dus dat ook. Ik begrijp het wel. Ze heeft zich een tijdje schuldig gevoeld. Waarom? Vlinder had het gevoel dat ze niet genoeg gedaan had om op tijd te zien dat het niet goed met haar moeder ging. Maar daar kan zij toch niks aan doen? Ja, dat klopt. Dat bedoelde ze dus met dat jij sterker was dan haar. Hoe bedoelt ze dat nou weer? Ik denk dat je meer dingen aan kan dan haar. Zij kan ook heel veel dingen aan, maar ze moet gewoon mensen om haar heen hebben die haar een beetje de weg leiden. En daarvoor heeft ze ons. Precies. Je bent echt een goed mens, Levenslust. En ik ben blij dat ik je heb leren kennen. Een Vlinder ook. Dankjewel, Logan. Ik ben ook blij om jou te leren kennen. Zo, alles staat klaar. Weet je heel zeker dat het gaat werken? Ik weet het heel zeker. Oké, als jij het zegt. Ik wil Vlinder haar gezicht zien straks. Hallo, daar zijn we weer, Vlinder. Laat me toch eens een keer met rust. Nee, dat gaat niet gebeuren, Vlinder. Vlinder, wil jij een leuk wisseltrucje zien? Nee. Jammer, die krijg je het alsnog te zien. Wat ben jij aan het doen? Je denkt hier echt dat ik hier intrap, Mikey? Oh, maar lieve Vlinder, het is Justin niet hoor. Hoe bedoel je, het is Justin niet? Waar ben ik? Hallo Logan. Wat leuk dat je er ook bij kan zijn. Vlinder? Wacht, Logan? Geloof je me nu wel, Vlinder? Wat ben je met hem van plan? Patrick, hou jij Logan even vast? Oké, is goed. Hij is toch te zwak namelijk. Vlinder, jij gaat voor mij iets doen. Zoals wat? Jij gaat voor mij deze tiara op je hoofd doen. Dus jij denkt echt dat ik dat ga doen, Mikey? Ja, dat denk ik echt, Vlinder. Jij houdt veel te veel van Logan. Het zou een beetje erg zijn als weer wat met hem gaat gebeuren, toch? Vlinder, alsjeblieft, doe het niet! Mond dicht, Logan! Ik heb al eerder aangevallen. Ik kan het zo weer doen. Ik ben niet bang voor jou. Ik weet dat je niet bang voor mij bent, Logan. Maar Vlinder is wel bang om jou te verliezen. Op iemand zijn gevoel spelen is echt laag, Mikey. Alsjeblieft, laat hem gaan. Ik laat hem pas gaan als je die tiara op je hoofd gaat zetten. Vlinder, alsjeblieft, doe dit niet voor mij.
Ik zei mond dicht! Nee, alsjeblieft niet doen! Ga je de tiara opdoen, Vlinder? Oké, ik doe het. Vlinder, nee! Alsjeblieft! Sorry, Logan. Je doet alles voor mij om mij te beschermen en ik hetzelfde. Een hele slimme keuze. Vlinder, nee! Heb je nu je zin? Laat Logan los. Oké, ik hou me aan mijn woord. Patrick, laat Logan maar los. Weet je dit heel zeker, Mikey? Ja, ik weet het heel zeker. Oké. Vlinder, wat heb je gedaan? Alles komt goed, Logan, ik beloof het. Vlinder! Ik hou van jullie allemaal. Vlinder, we houden ook van jou. Huh? Waarom gebeurt er helemaal niks? Hoe bedoel je? Die theater had al lang moeten werken. Justin. Wacht, waar ben ik? Je bent nu op ons terrein. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft letterlijk jouw plek verwisseld. De slogan is nu in jouw plek en jij bent hier. Nee. Ja, Justin. En wij wisten dit. Dus je gaat voorlopig nergens heen. Nee, laat me gaan. Nee, Justin. Je gaat dus goed naar mij luisteren. Denk je nou echt werkelijk dat Mikey de krachten van Vlinder aan jou gaat geven? Ja, dat weet ik zeker. 100%. Dan ben je 100% echt dom. Wij hebben gehoord dat hij helemaal niet van plan is om Vlinder haar krachten aan jou te geven. Leugens! Het zijn geen leugens, Justin. Het is zo. Het is maar goed dat wij de tiara hebben verwisseld. Jullie hebben wat gedaan? Je hoort toch wat we zeiden? Ja, Justin, eindelijk. En nu is het klaar om Vlinder elke keer lastig te vallen, hoor je me? Jullie gaan dit niet winnen, hoor je mij? Volgens mij hebben we al gewonnen, Justin. Je kan geen kant op. Wat is er, Justin? Kom je niet los? Ik ben echt heel goed in mensen vastzetten. Ik krijg de krachten van dat lieve nichtje van je. Hoor je me? Levenslust. Nee, Justin. Je blijft van haar krachten af. Hoor je me, Justin? Ze heeft al genoeg meegemaakt in haar leven. Ook zij heeft een oude verloren, Justin. Maar gelukkig is ze niet geëindigd zoals jij. We zijn er klaar mee dat je Vlinder iedere keer lastig valt. Dat verdient ze niet. Justin, dit hoeft niet zo op deze manier te gaan. Toby mist zijn broer, de persoon die vroeger altijd voor hem klaar stond. En die hem hielp met heel veel dingen. Die Justin is er niet meer. Geloof ik niet. Die Justin is toch wel ergens, dat weet ik zeker. Ik weet wat jullie proberen te doen. Maar het gaat jullie niet lukken. Horen jullie me? Jammer, Justin, dat je zo bent geworden. Vroeger was je volgens mij niet zo, toen je ouders nog leefden. Maar je bent bitter geworden. Mond dicht. Ik vind het echt jammer, Justin. Toby houdt zoveel van jou omdat je zijn grote broer bent. Maar op deze manier stel je hem alleen maar teleur. Nee. Geloof wat je wilt, Justin. Maar denk er maar eens goed over na. Dan zul je zien dat we gelijk hebben. Wat is er aan de hand? Waarom werkt het de jaren niet? Heb je de goede wel meegenomen? Hoe bedoel je? Er is er maar één. Weet je het zeker, Mikey? Wat hebben jullie gedaan? We zijn je eindelijk een stap voor, Mikey. Wacht, wat? Dat kan niet. We wisten van je plan, Mikey. Nee, dat kan niet. En nu is het mijn beurt. Blijf staan. Wat wil je doen, Mikey? Patrick, help me! Ja, wat wil je dat ik ga doen dan?
Het is klaar, Mikey. Ik laat je niet meer bij Vlinder komen. Wat wil je gaan doen dan? Iets wat ik al een heel lange tijd wil doen. Wat gebeurt er met me? Volgens mij moet je even bij die lieve Vlinder van je kijken. Hoe bedoel je? Volgens mij gaat het niet goed met haar. Vlinder! Vlinder, gaat het? Wat is er mis met je? Logan, ik voel me moe. Ik voel me leeg. Wat heb je met haar gedaan? Ik heb niks met haar gedaan. Oh, dit slijm. Dit slijm doet iets met je, of niet? Logan, wat gebeurt er met me? Haal haar er nu uit! Het gaat helaas niet. Die cabine is magisch. Je haalt haar er nu uit. Hoor je me? Logan, dit heeft geen zin. Vlinder, alsjeblieft, hou vol. Logan, ik... Rustig, Vlinder. We komen je redden. Beloofd. Volgens mij wordt het tijd om terug te gaan, Logan. Nee. Nee, Logan! Zo, die is weer terug naar de droomwereld. Nee! Rustig, Logan. Wat is er gebeurd? Vlinder, er is iets met Vlinder. Hoe bedoel je, er is iets met Vlinder? Ze voelde zich moe. En haar kleur. Ze had geen kleur meer. Ik denk dat het komt omdat ze haar krachten niet meer heeft. We moeten haar vinden. En snel. Komt goed, Logan. We vinden haar wel. Waarom ben ik achter Mikey aangegaan? Ik had gewoon kunnen kijken waar ze was. Logan, je geeft veel maar. Dus ze snappen dat je achter Mikey aangaat. Komt goed, Logan. We gaan haar vinden. Voel je alsjeblieft niet schuldig. Want daar heeft Linda niks aan. Je hebt gelijk. Maar je zei dat Vlinder moe was. En dat ze haar kleur was verloren. Ja, ik denk dat het door het slijm komt. Zou het ook niet kunnen dat het door haar krachten komt die ze niet meer heeft? Dat is ook een mogelijkheid. Ik hoop het eigenlijk wel, dat het niet door het slijm komt. We komen er wel achter, Logan. Welkom terug, Justin. Wat was dat? Hoe bedoel je? Waarom heb je mij verwisseld met die Logan? Ik zei toch dat ik nooit zwaarder had gehad om voor Vlinder, aangezien jullie levens en light hebben laten gaan. Dat is niet onze schuld. Toby en Brave hadden hun krachten terug. Maakt me niet uit. Maar daarvoor had ik Logan nodig. En is het gelukt om Vlinder krachten te stelen? Nee. Die tiara die we hebben is niet de echte. Dus Toby had toch gelijk. Toby had dat tegen jou gezegd? Ja. Ze hadden me vastgebonden. Hoe? Zwaar, een stapje voor. Hoe kan dit? Er moet gewoon iemand zijn die het doorgebriefd heeft. Wat zit jij nou weer te lachen? Ja, maar. Wie dan? Geen idee. Als ik erachter kom wie, dan is hij nog lang niet jarig. Is er een verjaardagsfeestje? Patrick! Oh, zeg. Wat is dat? De Mikey die zegt dat er nog iemand niet jarig is. Vonden jullie deze video nou leuk en zijn jullie benieuwd of Mikey het ooit gaat lukken om de kracht van Vlinder te stelen? Ik denk het niet. Totaal. Nee. We gaan Mikey hoe dan ook verslaan. Oh, whatever. Spoilers. Maar... Hey, ik sta
gehoord, hè? Dat is al juist de bedoeling, Mikey. Jij gaat het niet winnen. Oké. Okay. Arme jongen. Abonneer, like en reageer. En misschien zien we Mikey de volgende keer nooit meer terug. Mikey, kom terug! Tot de volgende keer! Doei!